Hallo, ik ben Vicky Couchman. Ik ben samen met Magda en Ben, mijn twee fotografiestudenten, naar St. Moritz in de Zwitserse Alpen gereisd voor de Canon EOS sportuitdaging. Het laatste wat je op een bevroren meer verwacht te zien zijn paardenraces. Maar de Zwitsers doen het en wij zijn hier om alle drama en actie van de White Turf Season 2008 te fotograferen. De eerste les in sportfotografie is camerapositie. Kijk goed naar de omgeving en denk na over de elementen die je foto kunnen beïnvloeden. In welke richting gaat de zon? Wat is de beste achtergrond? Goede planning is essentieel bij races zoals deze. Lange lenzen lijken de actie te comprimeren. Daarom gebruiken Ben en Magda een 200 mm zoomlens. Een close-up met de juiste sluitertijd bevriest de actie en geeft je het gevoel tussen de paarden te staan. En na de race zullen we ook het sociale gedeelte van het evenement vastleggen, want niet alle actie is op de baan.